Ik ben Arthur Vermeeren, 17 jaar. Ik ben defensieve middenvelder en ik speel bij Royal Antwerp. Ik ben begonnen met voetbal door mijn vader. Voetbal leeft echt in onze familie en sinds jongs af aan heb ik altijd in de tuin of op het pleintje of op school altijd gevoetbald. En ik denk dat daarom voetbal echt een passie is geworden. Mijn droom is om de komende jaren eerst door te breken in Antwerp en me daar te bewijzen als voetballer. En daarna, als alles heel goed verloopt, zou ik een transfer willen maken naar de Premier League, wat toch wel voor mij de grootste competitie is ter wereld. En zoals iedereen een wilde droom heeft, wil ik daarna zeker ooit een Champions League of een WK winnen. Mijn voetbalidool is N'Golo Kanté, een heel goede voetballer is, een heel harde werker en hij blijft ook altijd met zijn voetjes op de grond. Ik denk dat hij heel belangrijk is om later een goede voetballer te worden. Ik ben iemand die altijd 100% geeft en die het echt haat om te verliezen. En iemand die heel graag zijn familie trots maakt door goed te spelen. En dat is altijd heel leuk om te horen na een wedstrijd als je familie zegt dat je goed gespeeld hebt. En zoiets maakt je heel erg blij. Familie, winnen en mentaliteit. Familie omdat dat het belangrijkste voor mij is. En omdat ik vooral mijn familie heel graag zie en heel graag trots wil maken. Winnen omdat ik heel competitief ben en altijd alles heel graag wil winnen. Mentaliteit omdat ik een harde werker ben en altijd het beste van mezelf wil geven. Dat is een fantastisch gevoel om hier te mogen zijn. Ik ben heel erg trots dat ik het land op dit EK mag verdedigen. En hopelijk kan ik later met de Rode Duivels ook op een EK of op een WK staan.